In gesprek met Yara, Yara Hanema, uit het mooie Haarlem. Fijn dat je hier op tijd was. Ondanks alle parkeerperikelen in Haarlem. Want ik kan me herinneren dat als je daar je auto kwijt wil, dan moet je eerst 3 keer een rondje rijden. Hè? Klopt. Ja. Dus ik ging eerder weg, expres, om hier op tijd te komen. Perfect. Hey, er zijn heel veel dingen die ik met je wil bespreken. Onder andere onze voorliefde voor documentaires. Ja. Want jij maakt ze en ik kijk ze met bosjes. Maar eerst even naar jouw jeugd. Jij komt uit een gezin waarin je ouders sanyasin waren. Ja, ik moet dat... Zo typeren zij zichzelf niet. Ze zijn naar Osho geweest in India. Op de plek waar dus ook Wild Wild Country, de bekende documentaire, is opgenomen. Ze zijn daar geweest. Zij zijn Osho, fans wil ik zeggen. Maar ze waren niet volgelingen. Okay. Dat moest ik toch even zeggen. Want mijn vader die corrigeerde mij. Want ik had het al ergens anders had ik dat wel geroepen. En dat was toch net niet zo. Droegen ze geen rood? Ik denk dat ze toen ze daar waren wel dat ze dat wel deden. Mm-hmm. Maar er zijn geen foto's van. Ik durf niet met zekerheid. Zou ik moeten navragen. En wat merk je daarvan in je jeugd? Heel veel. Ja. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen op de school van filosofie. Wat een groep was in Amsterdam. Zaten in het Vondelpark. Die bij elkaar kwamen om te filosoferen over allerlei stromingen die er waren. Maar met name India's georiënteerd. En uit die groep ontstond een school. Ze wilden heel graag uit het... Voor hun kroost, voor hun kinderen, een andere onderwijs creëren dan dat er toen was. En daaruit is de platenschool ontstaan. En de platenschool was een school, nu bestaat die niet meer, maar was een school die zich richtte dus op verschillende stromingen. Dus wij kregen Abhinaya, oud-Indiaas dansen. We kregen Sanskriet, oud-Indiaase taal. We leerden over verschillende godsdiensten, verschillende geloven. Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, daar als kind keken wij bijvoorbeeld films daarvan. Mahabharata. Dat was doodeng, kan ik vertellen als kind. Ik weet nog heel goed dat ik daar echt getraumatiseerd van was, overigens. Want er was op een gegeven moment een vrouw en die beviel van een bal of zo. En dat was heel eng. En als kind denk je echt, wat is dit? What the fuck? Ja, en we leerden mediteren. Dus dingen die nu best wel natuurlijk hip zijn. En zeker denk de moeite waard om nu op school te leren, kregen wij toen al. Maar toen, in die tijd, was het redelijk vreemd. Ja. Dat was nog niet in Nederland echt. Dus als ik tegen jou zeg Advaita Vedanta, dan weet jij wel een beetje wat het betekent? Nou, ik moet wel zeggen, ja, ik ken alle namen. Maar ik kan je niet meer nu teruggeven wat dat dan precies allemaal is. Hoor. Nee. Maar heb je het als een plezierige tijd ervaren? Dubbel. Als kind wil je natuurlijk gewoon spelen. En wil je gewoon, huppelen, krijten, schommelen, noem maar op. En deze school was redelijk serieus. Er was niet veel ruimte om echt kind te zijn. En tenminste, dat is in ieder geval mijn ervaring geweest. Dus ik was, ik had wel lol met vriendinnen. Maar ik had ook last van de strenge school. Hmm. De bedoeling van die school was heel goed, maar de uitwerking was minder. Het was enorm streng. We moesten rokjes dragen. Jongens een stropdas. Dat was heel erg verdeeld in man-vrouw verschil. Ja. De leraar zat op een verhoging, waardoor je altijd omhoog keek. Ja, dus ik heb een beetje een autoriteitsprobleem daarvan overgehouden. Je kan niet voor een baas werken, hè? Kan niet voor een baas werken. En dat heeft mijn zusje ook en meerdere mensen die van de plaatsschool afkomen, hebben een beetje een hekel aan het woord moeten gekregen, want wij moesten zoveel. Ja. En nogmaals, het idee als het nu die school zou zijn opgericht, dan zou het denk ik veel succesvoller zijn. Maar er waren toen wat ouderwetse ideeën die niet helemaal pasten, denk ik, bij de kinderen die dan toen op die school zaten, ja. Zo zeggen. En als je het woord Bhagwan of Osho hoort, raak je dan in de stress? Nee, ik moet een heel klein beetje lachen. Ik moet lachen, want ik heb mijn ouders heel serieus daarop gezien studeren en bezig zijn. Zij gingen nog steeds, gaan ze naar avonden van spirituele leiders, spirituele mensen die verlicht zijn op een of andere manier. Verlichte meesters. Ja, om in hun aanwezigheid te zijn, om dingen van ze te horen. Dat doen zij wekelijks nog. En ik heb heel vaak gesprekken met mijn ouders. Ik zeg, jullie weten het nu toch allemaal wel. Waarom moet je dan de hele tijd daarheen? En ook met Osho natuurlijk, al die volgelingen. Mijn ouders zijn nogmaals dus niet echt typische volgelingen, maar aan de andere kant toch wel, omdat ze nog steeds heel erg die mensen opzoeken. En ik geloof dat je dat ook op een gegeven moment los kan laten en gewoon van je eigen pad moet vinden. Mm. Omdat je wel heel snel natuurlijk meegaat in... Iedereen's pad is zo uniek. Dus als jij te veel naar anderen gaat kijken, dan vergeet je een heel klein beetje wat jouw vlammetje in jezelf is. Dat gevoel heb ik. En daar heb ik heel vaak gesprekken met mijn ouders over. Ja. Dat is wel grappig. Ja. Het zijn waarheidszoekers dus, jouw ouders. En dat 100%. Ben jij ook een soort van...
Alleen zij zoeken een soort, wat ik ook doe, al 300 interviews lang, een soort ultieme waarheid. Hè? Ja. Ja. De uiteindelijke waarheid. Hè? Want ik heb begrepen, ik ga ook wel eens naar zo'n bijeenkomst, dat noemen ze een satsang. Satsang, exact. Ja, sat, ja. Waarheid, sang, samenkomst. Samenkomst in waarheid. Ja. Heeft het niet ook iets elitairs? Weet ik niet. Zo heb ik het eigenlijk nog niet bekeken. Zou kunnen. Wat ik wel merk is dat een satsang verslavende werking heeft. En dat vind ik een beetje, dat is de andere kant ervan. Ja. Je krijgt door in de aanwezigheid te zijn van iemand in een hogere energie, hè, om maar zo te zeggen. Want er is niks slechts of beter of lager of hoger. Maar in ieder geval iemand die bepaalde energie heeft, dat is fijn. Dat geeft een goed gevoel. En dus zie je ook vaak dezelfde mensen. Want ik ga natuurlijk wel eens mee met mijn ouders om te kijken. En dan zie ik dezelfde mensen al jarenlang die daar dan heen gaan. En dat is, dat voelt bij mij een beetje om iets te halen. Even bij te tanken. Om bij te tanken. Ja. En is dat fout? Ja, misschien wel niet. Er staat ook een term voor. Dat noemen ze satsanghoppers. Oh ja? Mensen die inderdaad, want je hebt satsangagenda.nl, je hebt satsang.nl. Nou, ik moet kijken of er dit weekend nog ergens een leuke satsang is. Maar ja, ik heb ook wel eens zitten nadenken. Verschilt het heel erg met mensen die wekelijks naar een dansfeest gaan? Uiteindelijk ga je ergens naartoe om jezelf te verliezen. Ja. Om op te gaan in dat heerlijke, dat ene, dat eenheidsgevoel. Dus ik zie ook zeker niet in dat het mis is. Alleen ja. Nee, klopt. Alleen dat gevoel zou je op de bank in je eentje ook heel goed kunnen krijgen. Dat weet ik zeker. Ja, dat lukt mij. De tijd en wijlen. Ja. Hoe in een bos te lopen bijvoorbeeld. Nou, om echt contact te maken met mezelf, hoef ik mezelf niet te verliezen. Want dan gaat het ergens anders. Dan gaat het in een soort algemene energie. Mm-hmm. Maar het kan allemaal in jezelf, uiteraard. Je kan gewoon zitten en enorm gelukkig worden in jezelf. Gewoon van het zijn in het moment. Ja, ja. Maar dan is de grote vraag, hè, in die wereld waar ik dan vandaan kom, die non-dualiteitwereld, is er dan nog wel een zelf? Nee, wellicht ga je op in een... Een soort zorgeloze... Ja, in een essentie-energie noem ik dat eigenlijk. Ja. Essentie-energie, Ja. Wel fijn dat jou dat lukt. En daar hoef je niet voor te mediteren. Nee. Maar daar heb ik wel heel veel vooraf gedaan. Dat is niet inderdaad zomaar. Maar dat is omdat ik heel erg met mijn gedachten... Dat ben ik anders gaan zien. Ik ben mezelf los gaan trekken van mijn mens, om het maar zo te zeggen. Ik noem mijn gedachten een beetje mens. Gedachten zijn een uitkomst van alles wat ik in het verleden heb meegemaakt. Ja. En dat zijn ook de hele tijd die waarschuwers van help. Je gaat nu een relatie in en dat gaat vast weer mis. Want ik heb al 500 verschillende ervaringen. Weet je nog toen? Ja, ja. Nou, dat is je gedachte. Dus dat is allemaal verleden. Dat is het kind in jou wat is gekwetst. Hè? Of het grote mens wat dingen heeft meegemaakt. Ja. Als je dat allemaal doorziet, dan kan je daar dus boven staan. En in die essentie-energie komen. Wat wil zeggen dat je om je mens, op je gedachten, een beetje kan lachen. Ze voorbij kan laten komen als een golf. Je zoomt een soort van uit. Je zoomt uit. Dus het is niet dat je nou een split personality krijgt of zo. Dat is het niet. Maar het is gewoon een andere energie. Waardoor je gedachten niet meer zo'n vat op je hebben als vroeger. Ja. En even het audioapparaatje aan het voorzien van een kabel. Als u denkt thuis, wat hoor ik allemaal? Is Patrick van stokkie gevallen door deze wijze woorden? Hij probeert... Onder zijn benen door. Dat doe je goed. Ja, zo. Het is gelukt. Nee, ik heb het heel... super interessant. Want ik bedoel, ik kom uit een katholiek gezin. Waarbij ik net meegekregen, we hebben het nergens over. We vegen het allemaal onder het tapijt. En anders gaan we wel naar de kerk en dan vragen we om vergiffenis. Ja. Dus ik heb het allemaal zelf. Ik had graag jouw ouders gehad, denk ik. Ja, nee, maar dat ik besef ook wat een geluk ik daarmee heb. Dat wij thuis konden debatteren over allerlei zaken. En dat mijn ouders zulke zoekers zijn. Dat is heel bijzonder. Ja. Je hebt ook nog een zus. Ja. Die schrijft. Ja. Is zij ook een waarheidszoeker? Ik denk op haar eigen manier. Zij is niet het spirituele pad opgegaan zoals ik. Maar zij zoekt... de wereld over, hè, naar zichzelf. En dus dat doet zij op een geheel andere manier. Zij maar reist. Zeker ook. Ja, zij is reisschrijfster. Dus zij is een reisjournalist. En vindt haar wijsheden, denk ik, op die manier. Ja. 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 Ik heb jou ergens in een eerder interview horen zeggen dat jij toch ook met name mensen ging interviewen omdat je vader graag wilde snappen. Ja. Snap je hem inmiddels? Goeie vraag. Ik denk steeds meer. Ja, steeds meer. Mijn vader is dus een enorme zoeker. Maar ook
kan wat minder goed naar zijn gevoel. Dat is ook echt een generatie ding volgens mij van mannen van 70. Die hebben dat niet automatisch meegekregen als de millennials nu, die veel meer hun emoties mogen laten zien. Dus mijn vader weet ontzettend veel en leest veel boeken, gaat naar satsangs en alles. Maar een stukje echte verbintenis heb ik bij hem vroeger gemist. Maar nu zie ik dat hij dat op een andere manier aan mij heeft laten zien. Door middel van mij te helpen met verhuizen. Door mijn administratie te doen. Door het te doen. En ik dacht, nee, maar je moet niet doen. Je moet zeggen dat je van me houdt. Je moet me knuffelen. Ja. Nee, ja. Dit is een andere manier van liefde. En ik kan niet afdwingen welke liefde ik zou willen. En dat heb ik nu gezien van, nee, het is er wel. Alleen ik zocht daar en het was daar, zeg maar. Ja, heel herkenbaar. Mijn vader en moeder zijn ook heel erg van het helpen. Dingen voor je uit handen nemen. En dat is dan hun manier van houden van. Ja. Mediteer je nog veel? Nee. Eigenlijk niet. Je begon vroeger 's ochtends met een meditatie. Ja, wij begonnen en thuis werd gemediteerd. En op de middelbare school. Ik heb ook nog 2 jaar op de plaatsschool in middelbare school gezeten. En toen was het een lachertje. Want de leraren zaten allemaal zo. En wij zaten eten zo tegen de leraren. Het was echt een drama. Natuurlijk. Dus dat werkte niet. Absoluut niet. Maar toch heb je een basis meegekregen. Toch kan je stil worden in jezelf. En dat heb je toch meegekregen van vroeger. Ja. Dus ik doe het soms een minuutje of wat. Maar nooit meer echt zo heel lang. Omdat die behoefte er niet is. Omdat ik sneller tot rust kan komen blijkbaar. En daar dus niet meer een half uur voor nodig heb. Dat is toch best druk lijkt. Maar dan is het van binnen rustig. Ja, ik ben best rustig van binnen. Okay. Ja, ik ben gewoon een heel actief persoon. En ik hou van veel dingen doen en ondernemen. Maar het is van binnen steeds stiller. Ja. Dat is heel apart. Heerlijk. Ja. Nog even om het verhaal over Osho af te ronden. Je hebt die serie ook gezien op Netflix. Wild Wild Country. Is je mening over dat hele gebeuren rondom Osho veranderd na het zien van die documentaire? Of bevestigd? Bevestigd. Ja? Ja, want ik had wel een klein beetje jeuk altijd van volgelingen. Mm-hmm. Omdat ik vind, je moet jezelf volgen. Punt. Je moet gewoon nooit een ander volgen. Want een ander heeft gewoon niet hetzelfde pad als jij. Maar als we het met een dans zouden vergelijken, dan is het toch meestal iemand die de dans leidt en de ander volgt. Ja, maar dat moet je 1 of 2 keer kan je daarnaar kijken. En dan moet je het zelf doen. Maar dan wil jij de leider zijn. Ja, dan moet je het gewoon. Je moet gewoon toch zelf op je bek en zelf het leven leiden. En je kan dan in een ashram gaan zitten en de maatschappij even buiten je houden. En dan is alles perfect. Maar je moet toch in de maatschappij uiteindelijk weer je leven leven. Dus absoluut. Goede voorbeelden zijn zeker nodig. En herhaling ook. Want je kan niet in 1 keer inderdaad iets leren als je het 1 keer hebt gezien. Mm-hmm. Maar de gulden middenweg daarin, ja, omdat het verslavende werking heeft, waar we het over hadden, dat is natuurlijk het dunne lijntje. Ja. En dat weet je als persoon, denk ik zelf, van wanneer ga ik dat lijntje over en heb ik het nodig? En wanneer is het gewoon een prettige toevoeging op mijn bestaan? Ja. Je komt uit Haarlem en een van de populaire goeroes van dit moment heet Muji. Die was laatst in Haarlem. Oh. Ben je hem nog gaan opzoeken? Zijn je ouders hem nog gaan opzoeken? Weet je dat? Heb ik niet gehoord van mijn ouders. Nee, anders had ik dat wel geweten. Maar nee. Nee. Oké. Okay. Waarom vind jij het zo leuk om mensen te interviewen? Nou, ik denk omdat je jezelf beter leert kennen door andere mensen te spreken. Hoe werkt dat? Ja, omdat je bent... ik ga er vanuit, ik denk dat jij dat met me deelt, dat we één grote familie zijn hier op de wereld. En dus iedereen die ik spreek, dat is ook een deel van jou. Of laat een deel van jou zien. Mm-hmm. Een kant die je misschien... Ja, dan denk je, oh, diegene is heel verlegen. Dat heb ik ook in me. Maar ik heb het alleen nog niet... Dat is niet helemaal aangeraakt of zo. Mm-hmm. Niemand laat mij dat zien. En al die facetten van mens zijn kom je tegen in de interviews die je doet. En door anderen te leren kennen, oprecht leer je heel veel van jezelf. Dat vind ik mooi. Zonder, hè? En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, jouw jaloezie is hetzelfde als mijn jaloezie. Ja. Jouw verdriet, althans niet waar het over gaat, maar wel de essentie van verdriet is ook mijn essentie van verdriet. Ja. We zijn echt allemaal hetzelfde. Het is gewoon zo. En door dat te zien, dat schept... Je kan dus met iedereen, zou jij gewoon hand in hand kunnen huppelen op de hei. Dat kan gewoon. Dus je bent ook een voorstander van vrije liefde? Vrije liefde? Ja, je bedoelt een open relatie. Nou, bijvoorbeeld Back to the 60s, Woodstock. Nee, maar weet ik niet zozeer. Het is een tijd geweest. Het lijkt heel, heel mooi. Maar vrije liefde is
seks is niet iets anders als huppelen op de hei bijvoorbeeld. Hè? Als je daar behoefte aan hebt, moet je dat doen. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. Er zijn hele mooie verbindingen in seks met twee personen. En als jij daaruit toch denkt, ik wil met andere mensen die verbinding om weer het soort totaalplaatje te voelen van seks, dan moet je dat doen. Maar dat ik geloof dat niet een soort must is of zo. Nee, maar seks even buiten beschouwing laten. Jij zou dus eigenlijk in principe de ene dag op een man verliefd kunnen worden, de andere dag op een vrouw, de dag daarna op de Eiffeltoren, de week daarna op een stad. Is verliefdheid echt iets tussen man en vrouw en vrouw en man? Nou, het is maar net hoe je verliefdheid ziet. Ik denk verliefdheid op het leven inderdaad. En je kan heel erg onder de indruk van een vrouw raken zonder dat je daar een relatie per se mee wil. En datzelfde geldt voor inderdaad gewoon mensen die je ontmoet. En ja, met de een heb je natuurlijk meer een klik dan met de ander. Omdat heel veel mensen laten zichzelf natuurlijk niet zien. Het blijft altijd moeilijk en dat zal jij ook wel herkennen. In interviews als iemand gereserveerd is. Als je niet bij iemand kan. Ja. Dan ontstaat er niks. Dus het heeft wel twee mensen nodig die om alle de beschermlagen weg te halen. Ja. Maar jij bent zelf heel open. Mijn ervaring is ook hoe meer ik me open, hoe eerder de ander ook zijn masker en zijn harnas laat vallen natuurlijk. Het is waar. Die weet van het is veilig hier. Ik kan mijn jas uitdoen. Het is hier warm genoeg. Het is 100%. Dus, maar je bent dus altijd al zo open geweest. Nee, want die klasje was verlegen als kind. Nee, echt. Wanneer was hartstikke verlegen. Wanneer heb je je masker afgedaan dan? Ik deed een deel van mijn masker af toen ik in de puberteit kwam. Want ik dacht als verlegen meisje, dit gaat hem niet worden. Ik moet en zal een aanpassing moeten doen om te overleven op de middelbare school. En toen werd ik een heel stoer, grote bek helemaal contra. Maar dan was ik nog steeds mezelf niet. Dat heeft jaren geduurd. Ja. Ik was heel lang niet mezelf. Nee, echt niet mezelf. Kan je niet jezelf zijn? In ieder geval, merkte wel echt dat het... Ja. Je vergrootte één deel van jezelf uit. Ja, en niet het totaalplaatje. En ik ging snel in een doorzet-energie waarin ik mezelf voorbij liep gewoon. En eigenlijk pas de laatste, ik denk 7 jaar of zo, ben ik echt mezelf, heb ik gewoon mezelf echt leren kennen. Maar het heeft echt nog wel even geduurd. Het is echt niet vanzelf gegaan. Dat merkte ik ook in de interviews. Ik was mezelf niet in een interview. Mensen gaven mij ook niet alles. En dat ligt niet aan de ander. Het ligt allemaal aan mij. Als ik geen goed interview heb, dan ligt het aan mij. En niemand anders. Ja, je mag nooit de geïnterviewde de schuld geven. Nee, vind ik niet. Ik vind dat het echt aan mij ligt. Jij creëert voor mij nu ook een setting waar ik heel relaxed ben. Maar als jij gereserveerd was, dan had ik ook, hoe open ik ook ben, nu moeilijker gehad. Ja. Toch heb ik hier ook wel eens iemand op de bank gehad die een monoloog afstak en gewoon niet geïnterviewd wilde worden. Ja. Heb jij daar dan nog tips en trucjes voor? Hoe krijg je iemand dan toch nog dat die... Dat is een dans wat je met elkaar doet, hè? Dat is echt een dans. Als jij daar even van schrikt en even daarin blokkeert, dan moet je inderdaad denken, oh shit, ik moet iets, het gaat fout, dan werkt het niet. Ik merk vaak een grapje werkt. Heel spontaan iemand dus uit zijn verhaal trekken door in één keer iets grappigs te vertellen wat nergens op slaat. Gewoon breken, gewoon keihard doorbreken. Of gewoon heel eerlijk met de allerliefste glimlach zeggen, nou bedankt voor je monoloog. Maar ik wil toch even anders aanpakken. Ja. Jij bent de baas, weet je wel, van zo'n interview. Ja, ben ik misschien dan lui dat ik op zo'n moment dan denk, ja jongen, als jij gewoon hier je monoloog wil afstellen, dan luister ik toch gewoon naar jou. Nou, als jij het ook interessant vindt. Vaak wel. En ik denk ook altijd wel weer vanuit de kijker of de luisteraar. Denk, ja, ik kan het, misschien vindt iemand anders dat wel toch leuk om hem nu te horen ratelen over... Ik denk toch dat je meer regie zou kunnen pakken, hoor. Ja, okay. Want ik denk dat jij het heel goed kan inschatten. En de luisteraar, wie is de luisteraar? Ja, dat is ook maar een fictief idee. Nee, die bestaat niet. Even kijken, geld had ik nog genoteerd. Want ik zag, ik heb jij natuurlijk aan een crime lab onderzoek. heb ik je. Ik ben zelfs jou, ik weet niet, dat heb ik nog nooit eerder gedaan, maar ik vond je op Twitter. Ik denk, even kijken. Eerst kijken, wie volgen jou? Ja, ik doe niet zoveel. En daarna keek ik, wie volgt zij? Want dat zegt toch wel iets, hè? Oké. Daar kwam ik bijvoorbeeld achter dat jij Tim Ferriss volgt. De schrijver van de 4-Hour Workweek. En dan maakt mijn hoofd het rekensommetje of het optelsommetje dat jij dus toch best wel geïnteresseerd bent in hoe kan ik snel rijk worden. Nee, ik ben wel geïnteresseerd in... Rijk worden vind ik niet interessant, maar ik ben wel geïnteresseerd in effectief werken en het ook nog leuk hebben naast het alleen maar werken. Slim werken. Ja, dus geld voor je laten werken of dat het in ieder geval een stroom komt. Ja, precies. En dat ik ook gewoon de vrijheid heb. En in mijn geval is dat niet om schoenen te kopen, maar is dat om documentaires te maken die niet betalen. Heel simpel.
Dus ik moet een geldstroom hebben van commerciële projecten. Ja. En 50%, nou, ik hoop, ja, 50% toch wel van wat ik nu aan het doen ben, is niet betaald. Omdat ik heel graag een documentaire wil maken en ik niet ga wachten en mijn handje opgehouden. Ja, moet dat wel gefinancierd worden. Dus daarin moet ik nog slimmer mijn geld verdienen op het andere 50%. Ja. Ja. Je doet ook een crowdfunding. Want een van je documentaires is met crowdfunding gemaakt. Nou, hè? Ja, niet helemaal. Maar inderdaad, Requiem for Williamsburg. Dat is een documentaire die ik in Amerika ga draaien in december. Of misschien is dat dus al gebeurd als mensen luisteren. En wij hebben alleen de cameraman moest betaald worden. Want we gaan een cameraman daar inhuren. En de rest, kijk, dat ik niet betaald word is natuurlijk één ding. Maar een cameraman, dan moesten we toch wel echt financieren. En toen hebben we voor het eerst gewoon mensen gevraagd. En het is hartverwarmend wat er gebeurt. Dat mensen in jouw project geloven. En het was een relatief klein bedrag. 5.000 euro of zo? Dat is groot, maar voor crowdfunding is dat middelmatig, gek genoeg. En dat is heel erg gaaf en waardevol dat dat op deze manier is gelukt. Waardoor die cameraman dus betaald kan worden en we dus aan de slag kunnen. En waar gaat die docu over? Dat gaat over een Nederlandse vrouw die in de jaren 80 naar New York is geëmigreerd. Omdat ze het wilde maken als kunstenares. Okay. En ze had twee kleine kinderen en geen geld. Alleen een klein erfenisje van een overleden oom, vader. Weet ik niet precies waar het vandaan kwam. En zij kwam op Manhattan, kon ze het niet betalen om te wonen. En toen ging ze, dat is heel grappig, zij heeft toen een kaart gepakt. En ze dacht, ik wil in New York wonen, maar wel een beetje dicht bij Manhattan. Want ja, daar gebeurt het allemaal. Ik volg de metrolijn van de laatste halte op het eiland Manhattan naar waar het dan stopt. Want dat is dan het dichtst bij Manhattan. En dat was de L-lijn. En die stopte op Bedford Avenue in Williamsburg. En daar in die buurt is zij dus ook heeft zijn huis gekocht. Het was een verschrikkelijke slechte wijk. En nu de hipste wijk van de wereld. En hoe dat allemaal gaat, dat ga je zien in de documentaire. En wat maakt haar nou zo interessant voor jou? Nou, zij is een powervrouw. Daar heb ik altijd, dat vind ik gaaf. Vrouwen die echt gewoon gaan voor waar ze voor staan en wat ze willen. Onafhankelijk. Onafhankelijk, niet laten tegenhouden door allerlei dingen waarom iets niet zou kunnen of wat dan ook. En zij heeft echt alles doorbroken met twee kleine kinderen. Naar gaan emigreren, alles in de jaren 80. Nou, alles was gewoon, heeft ze doorbroken. En zij is 76 nu. En zij gaat haar leven nu weer opnieuw inrichten. Zonder dat zij dus voor de geraniums gaat zitten en denken, nou, mijn leven is, ik ga met pensioen en het zal allemaal wel. Dus dat vind ik heel bijzonder. Zij laat zich niet tegenhouden door conventies en door leeftijd. Ja, en dan heb je dus eigenlijk ook hoe jij bent. Of... Ja, precies. Want waar je tegenop kijkt, dat hoop je dat je dat in jezelf ook hebt. Hè? Ja. Dat is waar. Dus ja, dat hoop ik. Je bent nu 35. Ja. Over 40 jaar hoop jij misschien die vrouw te zijn die in New York woont, daar in die hippe buurt? Nou, niet daar, maar in ieder geval... In New York? Nee, ook niet echt, maar of ergens. Dat ik in ieder geval de vrijheid voel om de wereld in te gaan als ik dat wil. Maar je woont in Haarlem, dat is zo'n mooie stad. Ja, nee, tuurlijk. Het was mijn hometown. En ik vind wel dat het gezond is misschien voor mij om uiteindelijk eens een keer uit mijn geboortestad te gaan. Ja, dat vind ik ook wel goed gewoon. Dat kan beperkend werken of zo? Dat vraag ik me af. Van werkt het beperkend? Ik heb gelukkig zoveel reuring in mijn leven dat het niet saai is. Maar je leven opnieuw beginnen vergt ook weer andere dingen van jezelf. Hè? Dus ik denk ook wel dat het gewoon goed is. Ik ga het niet afdwingen hoor. Dat ontstaat gewoon of niet. Maar het lijkt me wel gezond. Ja. Je doet ook een podcast. Wie ben ik echt? Daarin spreek jij met een aantal mensen. Bijvoorbeeld Bettine Vriesekoop nog recent. Hè? Je bent ook zelf geïnterviewd. Wie heb je inmiddels nog neergesproken? Ene DJ Patrick Kikken. Oh ja, daar moeten we nog een opnemen. dus Jan Geurts was heel leuk. Ja? Wat vond je daar leuk aan? Nou, kijk, Jan Geurts volgde ik al een tijdje. Dus het is wel bijzonder om iemand dan in het echt, alsof het een celebrity is. Maar in ieder geval... te spreken. Je las zijn boeken of zo? Ja, en ik volgde gewoon... Hij had natuurlijk hier naar wat praatjes. En, ja. Ik vond zijn ideeën zeker verfrissend. Dus dat is leuk om iemand dan mee wil werken aan je kleine podcast. Want ik doe dit is een heel klein projectje wat ik erbij doe. En heeft ook nog, ik heb nog niet echt een mega volg
lijst. Nou. Omdat ik heb pas 8 afleveringen gemaakt of zo. Maar het zet wel iets in beweging, hè? Want anders hadden wij elkaar ook dat vind ik super leuk. Ja. Want dat is ook weer wat voor mij zo leuk is aan die podcast, is dat het wederom een manier is om een verhaal te vertellen. Dus het is met film, het is met podcast, het kan ook op schrift zijn. Al die manieren, het zijn al verschillende manieren om andere dingen naar voren te halen met gesprekken met mensen. Ja. Dus je gaat er voorlopig nog niet mee stoppen? Nee, ik niet. Je was zelf ook bij een aantal podcasts te gast, heb ik jou beter leren kennen. Bij Helden en Hoorders ben je geweest. Je bent bij Wie stelt de vraag ben je geweest. Je zegt ergens, heb ik weer opgeduikeld op LinkedIn denk ik, iedereen met een passie is de moeite waard om gefilmd te worden. Ja. Zo. Dan heb je nogal wat te gaan. We zitten met 7 miljard mensen. En of heeft niet iedereen een passie? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat iedereen een passie heeft. Alleen dat niet iedereen hem nog heeft gevonden. Ja, zo en hoe vind je die? Ja, door ook wel echt jezelf te leren kennen. Kijk, door uit het robotleven te stappen. 9 to 5. 9 to 5. Ik heb een baan omdat het moet. Omdat ik de hypotheek moet betalen. Die passie. Ach, ik ga wel op een schildercursus. Ik neem mezelf niet zo serieus. Ik loop liever in de pas mee. Ja, dan is die passie die denkt ook doei. Ik kom niet naar voren. Die komt echt naar voren als jij daar wezenlijk naar verlangt. En daar ook de rust en de tijd voor neemt om dat bij jezelf te ontdekken. Maar dat denk wel dat ook te maken heeft met dat je weet wie je bent. Het is zo, je podcast heet zo, hè? Wie ben ik echt? Bij mij verschilt dat nogal zo. Ja. Hè? Is er van jou één versie dan? Nee, ik denk dat iedereen een andere versie in je naar boven haalt. Hè, als partner ben je weer iemand anders dan als dochter. Dus ja, is er één versie? Ja, hoe meer ik hier nu induik, hoe minder ik weet ervan. En denk, wie ben ik echt? Ik weet niet eens of het echt belangrijk is om te weten. Ja. Het voelt voor mij ook als een soort beperking. Want als ik mezelf nu definieer tot Patrick de interviewer, word ik morgen gevraagd om ergens op een podium te spreken. Denk, ja, maar ik ben toch Patrick de interviewer? Dat is niet Patrick de presentator. Weet je, dus ik laat het liever ook gewoon open. Ja. Ja, maar zo kunnen er ook dus verschillende dingen ontstaan. En hoe leuk is dat? Ja. Ik heb ook op LinkedIn 8 dingen achter mijn naam staan of zo. Bon vivant, vond ik nog, dat hoorde ik Hans Steeuwe een keer zeggen. Bon vivant, dat vond ik nog een mooie omschrijving van een type mens waar ik jou ook een beetje in herken. Dat is niet de vlierenfluiter, maar wel de levensgenieter, levenskunstenaar hoorde ik iemand zeggen tegen dat, jou. Dat vond ik zo'n compliment. Ja. Want toen dat zou ik ook wel graag willen zijn eigenlijk stiekem. Maar ben je dat nog niet dan? Ja, misschien wel. Je geeft je eigen leven toch op allerlei manieren vorm. Je laat je niet beperken, in hokjes stoppen. Klopt. Inkleuren. Ja, en dat heb ik allemaal wel gedaan, waardoor je er ook uit stapt. Ik heb ook allemaal de andere kanten meegemaakt. Je bent in vaste dienst geweest, hè? Ja, een jaar. En ik heb echt, dat was echt verschrikkelijk. Ik vond dat ik een vast contract moest hebben een keer. Ik was 23. En ik kwam bij een communicatiebureau terecht. En ik dacht, ik had altijd uitzendbaantjes gehad. Want echt een handtekening onder contract, dat vond ik echt, En toen dacht ik, kom op, dit kan je. En ik zet mijn handtekening en in dat jaar alleen maar burn-out verschijnselen gekregen. Wow. Ik stond te zweten na een vergadering. Ik keek mezelf aan in de spiegel en ik kreeg hartkloppingen. En ik wist niet wat me overkwam, maar ik kon het gewoon niet. Ik zat gewoon verkeerd, maar ik moest van mezelf in de pas lopen. Dus ik heb dat zeker wel meegemaakt. En het is een beetje hysterisch om na een jaar een burn-out klachten. Dat waren hele lichte, maar het waren overspannen gevoelens die ik in ieder geval kreeg. Ja. En stel, iemand vraagt jou ten huwelijk. Of ik daar dan hyperventilatie van... Wat zou dat met je doen? Dat is toch ook een vorm van aan de ketting? Ja, maar dat vind ik wel anders. Want dat is wel echt een... Het is ook een soort contract wat je sluit, hè? Ja, dat is waar. Maar toch heb ik daar niet... Je krijgt nu niet als ik het woord huwelijk zeg. Nee, ik kan toch scheiden. Nee. daar kan je toch makkelijk aan net. Maar dat is ook met een contract op je werk. Kan je ook vanaf natuurlijk. Nee, ik denk in een relatie. Want ik vind verbintenis met mensen heel mooi. Ook in vriendschappen. Ja. Dus ik denk dat en dat geeft een ander soort diepgang. Dus ik zou het ook interessant vinden om te ontdekken wie ik daarin ben. Ja. Want dat ken ik niet van mezelf natuurlijk. En dan zit je dus toch met hiërarchie. Ik ken dat ook. Ik heb dan 12 jaar in vaste dienst gewerkt. Daarvoor nog een keer 6 of 7 jaar. Maar op het moment dat een baas dominant gedrag ging vertonen, dan gingen bij mij ook alle alarmbellen aan. Autoriteit. Wat is dat bij jou? Ik vind dat niet nodig in deze wereld eigenlijk. Want je ondermijnt iemands creatieve zijn. En iemand als mens. Kijk, je hebt managers nodig uiteraard. Mm-hmm. Of een directeur. Of iemand die de overall de rollen
of de visie van een bedrijf ziet. Maar ik vind het niet nodig om iemand te zeggen wat hij moet doen. Omdat ik denk mensen heel goed in staat zijn om te weten wat ze moeten doen. Alleen doordat iemand anders het zegt, haal je alle kracht bij iemand weg eigenlijk. Dus ja, ik ben daar geen voorstander van een hiërarchische bedrijfsvoering. Nee. Heeft ook met je karakter te maken. Want jij bent een outgoing person, zullen we maar zeggen. Die zelf graag de touwtjes in handen heeft. Ja. Er zijn natuurlijk zat mensen die denken, nou, ik ga wel lekker achterover zitten. Bepaal jij het maar lekker voor me. Zeg maar wat ik moet doen vandaag. Ja, en dan zou ik willen zeggen, nee, jij gaat het maar zeggen. Maar ook om iemand aan te zetten, weet je wel. Op een andere manier uit zijn... uit die robot te krijgen eigenlijk. Hè? Uit die maatschappelijke oogkleppen. Ja. Van wat mensen gaan zitten omdat ze gewoon niet iets willen doen. Ja, lekker makkelijk. Maar ja, dan zou ik juist zeggen van nee, dan ga je het dus helemaal zelf maar bepalen. En dan ga je misschien een week op de bank zitten of wat dan ook. Dat heeft ook een beetje het basisinkomen. Hè? Dat is een discussie die natuurlijk van is dat nou goed of niet? Ik denk dat dat heel goed is. Dat we een gelijke inkomen hebben. En als je erbij iets extra's wil doen, dan ga je dat doen. Nou, en dan gaan mensen maar 2 maanden op de bank zitten. Nou, je gaat er een keer vanaf. Echt hoor. Dat gaat echt gebeuren. Het heeft even tijd nodig. Ja, het heeft bij sommige mensen wat meer tijd nodig dan de anderen. Ja. Heb je ooit een uitkering gehad? Nee. Zou je dat doen? Als het mogelijkheid er zou zijn? Nou, ik hoorde laatst dat voor ZZP'ers nu als je zwanger bent, dat je dan een uitkering krijgt. Hè? Dus als ik ooit zwanger raak, dan heb ik daar wel profijt van, denk ik. Ja. Je zou niet per se zwanger willen raken voor dat profijtje. Nee, precies. Nee, dat niet. Nee. Lijkt me ook niet tegen elkaar opwegen, maar toch. Nee. Even kijken, wat hebben we nog niet behandeld? Documentaires. Ben jij fan van Louis Theroux bijvoorbeeld? Ja, ontzettend. Ja? Dat was wel eentje die ik al heel vroeg waar ik naar keek, echt tegenop keek. Ja? De manier hoe hij met mensen omgaat en wat hij uit mensen krijgt. In de meest bizarre situaties. Hij stelt zichzelf op als een beetje een ik weet niks nerd, zeg maar. Ja. Terwijl hij hartstikke slim is. En dat is geen spel. Het is ook wel echt wie die is. Want anders dat kan je niet faken. Want dat voelen mensen vaak. En daardoor kan hij inderdaad met nazi's en noem het maar op waar hij allemaal terecht is gekomen. Kan hij gewoon door één deur. Dat vind ik heel bijzonder. Heb je My Scientology movie ook gezien van hem? Ja. Ja. Hoe vond je die? Nou, die vond ik wat zwak, omdat hij natuurlijk niet er echt in zat. Hè? Ik vond het tegenvallen. Ja, staat een andere documentaire op Netflix, die gaat dieper erop in. Die is niet van hem, hè? Die Going Clear. Ja, dat is echt een fantastische documentaire. Gezien, ja. Dat is heel interessant. Ja. We hadden het ook over Holy Hell. Als we toch weer een beetje bij de goeroes terechtkomen. Ja. Heb je ook gezien op Netflix? Ja. Wat heb je recent nog gezien waar je helemaal flabbergasted van was? Nou, dat heeft niks met goeroes te maken, maar misschien toch ook weer wel. Dat heet The Wolfpack. Dat is een Amerikaanse documentaire. Heb ik gezien op de jongens, ja. Nou, inderdaad. 5. Die zitten opgesloten in een huis op Manhattan. Waarin de vader eigenlijk ook een soort religie aanhing. Hè? Ik weet even niet meer precies. Hij was heel dwars tegen autoriteit. Ja, precies. Ze hoefde niet naar school, wilde niet naar school. Nee. Althans, van hem mocht het niet. Hè? Nee, precies. Dus die jongens die kregen geen... Ja, die zaten gewoon thuis. Ja. Maar die kregen films te zien. En die kregen films. En wat er daarna... Het is voor iedereen een mussie, hè? Ja. De Wolfpack. Ik vind het fascinerend wat daar gebeurt met je geest als je dus gevangen bent. Hè? Want ik noem dat wel echt gevangenschap. Hoe creatief die jongens waren... In hun fantasie, in wat ze dan wel, waar ze wel gevoed mee worden. Met die klassieke films die ze dan wel mochten kijken. Ongelooflijk interessant wat dat met mensen doet. Ja, vond je niet ook een beetje zielig voor die jongens? Ja, het waren zulke lieve jongens. Ja, ik vond het oprecht zielig. En ik dacht ook, oh, ik wil ook zo'n documentaire maken. Ik was ook een beetje jaloers op een goede manier. Dat ik denk, dit verhaal, hoe kom je daarbij? Dat je ingang in dat leven, want dat heeft ook hun heel veel gebracht natuurlijk. Hè. Die jongens zijn echt bevrijd. Dat hebben ze zelf al een beetje gedaan. Toen ze ouder werden en die vader eigenlijk omver konden duwen met z'n allen. Maar ze hebben ook een podium gekregen. En dat is denk ik wel heel goed voor de jongens. Ja. Ja. En in Nederland, iemand als Jessica Valerius, is dat een voorbeeld voor je? Nee, niet per se. Sunny Bergman natuurlijk is er ook eentje. Nee, het zijn dames die ontzettend goed doen. En, maar of ik daar... Ik kijk ernaar, maar ik kijk er niet tegenop. Maar kijk ernaar. Ja, nee. Want ik vind... ik wil mijn eigen stijl blijven wel echt zoeken. En niet al te veel
kijken naar wat anderen doen. Maar ik kijk alles sowieso. Dus wat ik los volg en vast het wel. Ja. Het ITVA komt er weer aan. Och, ik heb er zin in. Ja? Ik ga dan elke avond docus kijken. En wat, je gaat fysiek naartoe natuurlijk ook. Ja. Zijn er docus waar je van weet dat ze gaan draaien? Waar je ik had net een mail gezien dat het programma rond is. Want ik ben vriend van het ITVA, dus dan mag ik eerder kaarten kopen. Dat is helemaal leuk. En dat is een soort Sinterklaas voor mij dan. Maar mijn droom is, ik wil eigenlijk 2019 ITVA-docu. Ja, dat is mijn wens. En dan die over die vrouw? Nou, ik weet niet, want ik ga er 3 uitbrengen volgend jaar. Wow. Dus het wordt gewoon, welke het gaat doen, dat is moeilijk te zeggen. En ben jij dan ook van de school visualiseer het en het zal gebeuren? Heb jij thuis een vision board waar het ITVA-logo al op staat met jouw naam erbij? Ja, nee. Maar ik denk wel dat visualisatie goed is. En werkt ook. En werkt, zeker. Maar ik heb ook gemerkt dat ik had heel lang dingen gevisualiseerd die niet bij me pasten. En daarom ging het ook niet. Snap je? Dus het is ook niet helemaal 1-op-1. Ik vind de dromen die ik dacht te hebben, bleken niet helemaal mijn dromen te zijn. Dat waren ook weer aangeleerde dromen. Ik had heel lang een droom dat ik voor Linda TV iets wilde maken, 2 jaar geleden. Is gelukt. Is gelukt, maar daarna is het helemaal misgelopen. Ja, zou met een Linda serie doen, hè? Ja, precies. Waarom is dat? Ja, het is misgelopen omdat Linda een ander idee had over een documentaire serie dan ik. De Linda de Mol. Ja, ik zat niet met Linda aan tafel, maar met de einddirecteur. Die wilde het meer sturen en ik wil niet zo'n serie maken. Nou, dat is prima, want dat is hoe hun model ook werkt en zo. Alleen we kwamen er gewoon achter dat botste. En dat viel een soort droompje in duigen of zo. Want ik dacht, ze hebben kijkers. En dan heb ik een kanaal waar mensen eindelijk mijn dingen zien. Een merk. Dus, ja, dus ik ging het heel erg hangen aan een soort merk. Want dan krijg ik kijkers. Dat was niet een zuivere intentie. En toen dacht ik, oh nee, oké, ik moet gewoon loslaten. Sommige dingen ontstaan zonder dat ik het visualiseer. En hebben niks te maken met een bepaald kanaal. Maar het gaat in een hoek die ik niet kan bedenken waar het naartoe gaat. Dus kijk, wat ik eigenlijk wil zeggen, dat ik moet kijken naar de intenties. Wat zijn je dromen en wat zijn je ego-wensen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, kom je inderdaad gauw uit bij ego. Ego zou zeggen, ja maar Linda, dat staat mooi op je cv. Daar wil je toch mee verbonden blijven. Dan maar concessies doen. Ja, precies. Maar dat doe jij dan niet. Nee, en toen zat ik aan tafel en ik kreeg het schuurde aan alle kanten. En ik dacht, hè? Nee, ik kan mezelf toch nooit verloochenen. Als ik nu mezelf verloochen als documentairemaker door te zeggen van oké, ik ga een beetje sturen en nee, we gaan wel een dramaverhaal maken of wat dan ook. Dan kan ik wel hangen inpakken. Nee, ik wil ten alle tijden gewoon zuiver blijven. Dat is mijn enige ding wat ik heb. Gewoon. Ja, dat kan ik niet overboord gooien. Ik ben gek. En toen. En daarna, toen ik dat had bedacht, toen dacht ik ook, oké, ik weet mijn waarde nog duidelijker. Dat is wel mooi. Dat moet even aangeraakt worden om je waarde dan weer te bepalen. Ja. Je zei volgens mij ergens ook, moet ik wel even kijken, over dit hele verhaal. Ik hoop dat ik het terugvind. Nou, het had iets te maken met toch ook weer conformeren. Je zou dus niet voor, als SBS6 je nou benadert, we willen dat je een reeks doet met seriemoordenaars in buitenlandse gevangenissen. Zou je dan niet toch denken, nou ja. Dat kan ik. Ja, als ik de vrije hand krijg om het te editen en te maken zoals ik dat wil. Wel, maar dat doet SBS niet, dat weet je. Nee, die sensatie. Ja, nee, dat vind ik geen manier. Er zit genoeg sensatie in een eerlijk en authentiek verhaal. Daar hoef je geen sausje overheen. Ik storm me ook vaak aan dat soort series waarin dan wordt gezegd, ik zie dat je geëmotioneerd wordt. Ja. Vertel eens meer. Traan. Inzoomen op de traan. Muziek. Ja. Weet je, het is niet nodig. Een verhaal aan zich is zo mooi van zichzelf. Je hoeft er geen opsmuk bij te doen. Echt niet. Het is gewoon niet nodig. Dus jouw documentaires beginnen ook niet met een dramamoment wat je zo voelt? Nee, maar ik gebruik wel muziek. Want het ondersteunt, muziek ondersteunt zeker wel bepaalde dingen. Ja. En ik heb denk ik in het begin, toen ik mezelf nog minder goed leerde kennen, heb ik ook vast wel eens sensatie gebruikt. Hè? Ook omdat ik dacht dat nodig was. Ik dacht dat ik niet genoeg in handen had om een clean verhaal te vertellen. Ja. En naarmate je dan weer wat meer ervaring hebt, denk je, nee, ik heb het niet nodig. Ik heb een sterk verhaal van zichzelf en daarmee lukt het ook. Ja. Ja. Even je andere documentaires. Ik heb hier een lijstje. Boeren met toekomst. Ja. Zijn boeren sexy? Zeker wel. Boer zoekt vrouw, hè? Super sexy natuurlijk. Was dit een opdracht van Milieudefensie? Dit was een opdracht van Milieudefensie. Het was eigenlijk vorig jaar was mijn eerste betaalde documentaire. Dat was
heel groot voor mij. Hij staat op YouTube, hè? Staat op YouTube. En absoluut Engels? In Engels ondertiteld ook. Ja. Heel erg relevant vandaag de dag. Want deze boeren willen allemaal gezond ondernemen. Op een biologisch verantwoorde manier. En wordt aan alle kanten best wel moeilijk gemaakt. Doordat de overheid bijvoorbeeld BTW op biologische producten nog steeds hanteert. Terwijl je denkt, dit een gezond product moet je juist BTW verlagen. Dat moet je stimuleren als overheid, hè? Et cetera. En zo zitten er nog wat meer haken en ogen aan. De industrie is echt een beetje verrot, laten we het zo zeggen. Maar dit zijn alle drie boeren met een enorme passie. En dat vind ik weer leuk. Hè? Er is één akkerbouwer die bijvoorbeeld de aarde vastpakt. En dan helemaal, de aarde die leeft. Het is zo'n feestje, zegt hij dan in de docu. Dan denk ik, ik heb nog nooit zo gekeken naar hoe hij de aarde oppakt. En daar zo enthousiast over is. En dat vind ik dan weer super mooi. Ja. Ben je naar aanleiding van die documentaire ook zelf vegetariër geworden? Ja, ik at al heel minimaal vlees. Maar doordat ik heb gezien hoe de industrie werkt en het van dichtbij heb meegemaakt, dacht ik van ja, ik zo nodig is het niet voor mij meer om vlees. Ik vind dieren super lief. Ik vind het zo raar dat we honden aaien en 's avonds een koe eten. Waarom? Dat zijn toch, voor mij is dat hetzelfde. Ja. Zo, ja, alles wat fluffy en harig is, dat is dan lief en dat eten we niet. En de rest wel. Hè? Dat... Zou je Indiaanse achtergrond kunnen zijn dat je zoveel koeien opkomt, hè? Ja, precies. Ja. Holy cow. Ja, ja. Hey, en een dag uit het leven van mijn oma. Ja. Wat is dat? Ik had mijn oma gevolgd in het bejaardentehuis. Die was toen 93. Die is nu overleden ondertussen. En er was helemaal geen bewegend beeld van haar. En mijn moeder die zei eigenlijk van, goh, is het niet eens... Moeten we dat niet eens doen? Want ja, we hebben eigenlijk niks. Toen dacht ik, ja, we gaan gewoon... Ja, ik ga gewoon 2 dagen... Dus een dag, maar we hebben 2 dagen gefilmd. In het bejaardentehuis rondbrengen. En haar is... Ja, bekijken. Wat doet ze eigenlijk allemaal? En dat is wel heel leuk. Want ik wist wel dat het een actieve vrouw was. Maar wat zij allemaal deed... Ze was voorleidster in de kerk. Heel katholieke vrouw. En ze was heel schattig. Ze deed dan verjaardagskaarten. En dan schrijven aan mensen die jarig waren in het huis. En... Of niet van die grappige dingen waar ze dan... En Britje en zo. Heel geinig. En heel veel dingen wist ik dus niet. En dat is wel leuk. En ook op de begrafenis uiteindelijk hebben we dan die film natuurlijk kunnen laten zien. En is dat heel waardevol ook voor de kinderen van mijn oma geweest om te hebben. Ja. Kunnen we samen even het woord documentaire eens ontleden, zit ik te bedenken. Ik denk dan altijd document. Ja. Je zegt nu bewaren. Ik heb dit ook met deze interviews. Inmiddels zijn van de mensen die ik allemaal geïnterviewd heb, zijn een stuk of 3-4 mensen zijn inmiddels overleden. Oh joh, ja. Ja. Dan denk ik toch van ja, toch maar goed dat we dat nog hebben. Is en mag dat een motivatie zijn voor dit soort gesprekken? Of probeer ik dan toch weer iets vast te leggen wat eigenlijk... Ja, is dat toch weer het ego wat ergens grip op wil krijgen? Ja, nou ja, wellicht, maar is dat erg? Nee, vind ik niet. Het woord documentaire wordt ook wel vaak verkracht in die zin. Omdat heel vaak dingen worden gescheld onder dit is een documentaire. En dan is het maar misschien... Wat is een documentaire? Een document. Ja. Een document is objectief. Is niet subjectief. En een documentaire is heel vaak wel subjectief. Ja. En het is gods onmogelijk om om objectieve docu te maken. Want ik ben als mens niet objectief volgens mij. Je probeert zo goed mogelijk. Ja. Maar dat is wel heel lastig. Je manipuleert aan alle kanten altijd. En als jij gewoon een gesprek van A tot Z opneemt zoals dit... Dan is dat wel echt een document, ja. Okay. Ja, want jij kan niks manipuleren, want het is 1 take. En dat is gewoon wat het is. Dus zoiets als Making a Murderer. Je kent de reeks op Netflix. Die serie heeft kritiek gekregen dat ze te veel de ene kant van het verhaal benadrukken. En dat daarom de suggestie gewekt wordt dat die mannen onschuldig zijn. Is dat... Nou, ik vind dat wel mee. Ja? Ik vind dat op zich meevallen. Maar okay. Daar, dat is de kritiek die je vaak krijgt bij docu's. Dat is ook met die boeren met toekomst, mijn documentaire. Daar ga ik heel erg uit alleen van de biologische, de milieudefensiekant. Ja. Dus het goede. Dat is ook de opdrachtgever. Dat is de opdrachtgever, maar ik heb wel gezegd, er was een megastal naast een veeboer. Ik zeg, ik wil wel daar aanbellen, want ik wil ook het verhaal van een megastalhouder horen. En ik vind dat je dat wel moet meenemen. Ik vind in ieder geval dat ik heb moeten aanbellen en dat moeten... een poging hebben gewaagd. Ja. Dus ik heb inderdaad aangebeld. En zij wilde niet met de pers praten. Absoluut niet. En schopte me zo wat van het terrein af. Maar ik heb het voor mezelf geprobeerd. En ik vond wel dat ik dat moest doen. Ja. Zet jij ook wel eens je erotisch kapitaal in voor je documentaires? Dat ik me uitkleef voor een
Of doe je precies? Dat dan nog net niet. Nee, ik heb in een eerder gesprek met een jonge vrouw. Kwamen op het onderwerp erotisch kapitaal. Wat een mooi woord. Ja. En dat bijvoorbeeld vrouwelijke managers zetten het in. Om een verkoop of een accountant om een verkoop te laten slagen. Ja. Lukt het jou als 33-jarige vrouw, 35-jarige vrouw met de juiste looks om dingen voor elkaar te krijgen die ik als 44-jarige kalende man niet voor elkaar zou kunnen krijgen. En is dat erg dat je dat gebruikt? Ja, goede vraag. Ik denk dat je zeker met mensen een bepaalde flirts hebt. Maar om het of dat helemaal is met voorbedachte raden om iets voor elkaar te krijgen, misschien, ja, ik moet eerlijk toegeven, misschien wel. Als vrouw dat je dat toch wel doet. Het gaat zo snel in je hoofd dat ik nu niet kan zeggen, oh ja, ik weet nog die ene keer dat ik voor de spiegel stond en dat ik dat dacht. Maar ik denk wel dat dat gebeurt. Praktisch voorbeeld. Jij bent daar in New York aan het filmen, hè, voor je documentaire Requiem for Williamsburg. Ja. Er staat een politieagent op de hoek. Die staat naar jou te kijken van wat is dat hier en er mag niet gefilmd worden. Dan stap je naar hem toe en dan ga je uitleggen van wat je aan het doen bent. Ja. Zou je dan één keer extra je haar achter je oor doen om het voor elkaar te krijgen. Ja, maar dat is ook omdat ik mannen in uniform heel aantrekkelijk vind. Dus dat daar heb je me sowieso. Ja, ja, ja. Maar ja, wellicht heb je. Wellicht, ja, doe ik dat. Ja. Absoluut. Ik zeg niet dat er iets mis mee is. Maar je doet het wel. Ik wil het niet. Ik zou het liefst niet. Nee, maar je gebruikt gewoon wat je in huis hebt. Het is ook, waarom zou ik het niet doen? Ja, nee, je doet het. Ja. Ja. Maar je gaat dus niet zo ver om met de programmabaas van RTL 4 te gaan uiteten. Nee. Dat je denkt, dan komt misschien mijn documentaire op zondagmiddag op televisie. Nee. Dat gaat te ver. Nee, ja. Dat zou ik nooit doen. Nee, maar dat is ook niet de manier hoe ik iets wil bereiken. Toch, je wilt toch op wat je kan, wil je toch uiteindelijk ergens op de buis. Maar wat heb je ervoor over, is dan de vraag. Ja, nou, een etentje heb ik er wel voor over, als dat is. Maar, weet je. Ja. Nou, ik weet ook niet of we op dit onderwerp komen. Maar ik zit meer van mijn eigen radiocarrière aan te denken. Dat ik natuurlijk me wel te vriend heb gehouden, ook met mensen. Ja. Waar ik normaal gesproken niet een vriendschap mee zou opbouwen. Maar wel wist van, maar diegene is wel de baas van Radio 538. Ik noem maar wat. Ja. Ja, precies. Als ik iemand tegenkom die programmeur van het ITVA zou zijn. Wat ga je dan doen? Ja, dan wil ik wel heel graag mezelf naar voren werken. Ja. Maar wel op een manier die wel past bij mij. Ik zou niet te ver van mezelf vandaan stappen. Nou, dat voelt ook niet lekker. Nee. Ik moet ineens aan MeToo denken. Dat is MeToo. Waar we in zitten natuurlijk. Zou dat nog iets zijn om eens een goede documentaire over te maken? Oh, dat is denk ik nu al vol aan het draaien. Gaat dat onderwerpje, of laat ik het zo stellen. Moet het onderwerpje aan het hart gaan voordat jij er een documentaire over kan maken? Niet per se. Want met boeren had ik niet per se een connectie in eerste instantie. Heb ik gewoon een connectie mee gemaakt. Maar mensen gaan jou aan. Mensen gaan mij aan. Dus dan, precies. Dus daar schuilt alles onder. Je zou overal een documentaire van ieder mens. Ja. Ja, ieder mens interessant. Maar de MeToo heb ik wel iets minder mee hoor. Ben ik niet fel op. En daarom misschien ben ik wel de juiste persoon om het te draaien. Want als je te fel. Dat was met Sunny Bergman bijvoorbeeld. Met het Zwarte Piet verhaal. Die had heel duidelijk kleur bekend, om maar even een woordspeling te gebruiken. Waardoor haar documentaire geen document werd, maar gewoon haar blik op hoe zij dat vond of zag. Dat is niks mis mee, maar dat is gewoon een stijl. Maar daardoor zat er wel een kant heel erg in. Ja. Blanker je ergens in staat, dat is weer een mooie woordspeling. Dus niet partijdig, laat ik het zo zeggen. Blanco. Blanco. Dan is denk ik wel een hele mooie manier om een documentaire te maken. Omdat jij denkt, jij zegt MeToo, is dit en de ander. En dan kan je de mannen interviewen zonder dat je er razend op wordt. Weet je wel, dan kan er wel wat meer ontstaan, denk ik. Ja. Ja, want je lult snel in één richting, dat is gewoon zo. Als je eigen mening er heel erg in meeneemt. Ja. Wat vind je van al die ego-documenten die de laatste tijd gemaakt worden? Vooral ook door generatiegenoten van jou. Vlogs bedoel je? Echt documentaires waarbij, dan ga ik eens even laten zien hoe slecht of hoe goed ik het heb. Of hoe erg het is dat ik de ziekte van Crohn heb. Of hoe erg het is dat ik mijn vriend verloren ben. Ja. Ik vind sommige heel mooi. En heel, ook weer als mensen heel dicht bij zichzelf blijven en het niet doen om zichzelf op een bepaalde manier neer te zetten, vind ik het heel, heel mooi.
Ik vond bijvoorbeeld, en dat is wel een grappig voorbeeld. Ik had laatst een documentaire gezien van, ik moet even snel op haar naam komen. Die in Portugal woont, vrouw, schrijfster. Helene van Rooijen had een documentaire gemaakt over haar moeder. En je zou denken bij haar van, oh, dat is een ego-document. Maar vond dat ze dat ontzettend mooi en integer had gemaakt. Want zij wilde heel graag haar moeder toch echt op een bepaalde manier portretteren. En dat was zuiver. En dat had niet zo heel veel met haar zelf te maken. Waardoor het gewoon een mooi document werd. Dus als jij het niet doet om jezelf op een of andere manier op een verhoging neer te zetten. Ja. Dan vind ik het prettig om naar te kijken. Maar je voelt het als kijker. Van doet iemand, hè, met welke waarde doet iemand dit? Ja. En als iemand met verkeerde waarde, dan gaat dat je ook storen. Dan denk je, dat is een vervelend iemand. En dan denk ik, waarom vind ik iemand vervelend? Omdat iemand niet zichzelf is. Dat is vervelend. Dat is echt vervelend om naar te kijken. Ja? Dat is waarom mensen sommige vloggers vervelend vinden. Omdat ze in een houding zitten. En dat schuurt. Je doet alsof. Je doet alsof en dat is niet prettig. Maar dat doen acteurs ook. Ja. Maar die weten het dan zo te brengen dat het echt lijkt? Of ja, zo? Maar als jij in een film stapt, dan stap jij in een fake wereld. Dan heb jij bewust gekozen om in die fake wereld te stappen. Afspraak. Dan maak je die afspraak met jezelf. Ja. Dat is wel anders. Ja. Ja. Toch heb ik dat bij sommige documentaires ook. Dan denk ik, ja, dit loop je. Ja, dit hebben jullie al 3 keer opgenomen. Ja. Want jij loopt me net iets te zelfbewust daar. Klopt, dat is waar. En soms, dat is ook zo. Kijk, je kan met de camera niet alle momenten pakken. En soms moet je dingen dus in scène zetten. Ja. En dan denk je, oh ja, het is een documentaire. En wat is daar? Mag dat? Kan dat wel? Mag dat wel? Vind jij dat mag? Het mag? In sommige gevallen moet het simpelweg. Om ook iets duidelijker aan de kijker te laten meegeven. Maar als je een ruzie nog een keer gaat doen, het slaat nergens op. Nee. Maar zo'n loopje. En omdat jij ook anders kijkt, denk ik. Omdat je veel documentaires kijkt. Ja, het gaat je krijg opvallen. Je een ander gevoel. Ja. Heb je trouwens de regels van Matthijs gezien? Oh, ja. Fantastisch. Ja, ook mooi, hè? Van Waveren tapes. Die is ook fantastisch. Nee. Een man vindt gewoon een documentairemaker vindt op de markt een doos cassettebandjes of nog ouderwetse van die spoelen. Ja. En die gaat hij afluisteren. En dan komt hij dus. Hij leert het leven van die hele Van Waveren leert hij kennen. Ja. De Van Waveren tapes. Oh, die ga ik even onthouden. Is een aanrader, ja. We hebben nog zo'n kleine 10 minuten. Het is leuk om jou nog even wat beter te leren kennen. Even misschien wat botte vragen gewoon. Jij bent een millennial, hè? 83, ja. Ja. Wat is er mis met millennials? Ja. Ja. Elke generatie is wat mis natuurlijk, toch? Ja, ik maar denk, wat zijn de millennials? Wat luier, geloof ik. Hè? Wat meer van, nou ja, ik kijk meer op mijn telefoon dan in de wereld. Beetje dat idee. Maar verwend? Verwend. Ja, ik denk dat wij het wel makkelijk natuurlijk. We hebben geen oorlog, we hebben gewoon te eten. We zijn rijk. Ja. Ja, we hebben het goed. Ja. Oké. Okay. Hoe verklaar je dat je nog nooit een hele lange liefdesrelatie hebt gehad? 2,5 jaar is mijn langste relatie. Dat is kort, hè? Is kort? Vind je het kort? Oké, ik vond het wel lang. Maar ja, ben je gauw uitgekeken? Nee, maar ik ben... Want hij maakt het zelf uit, hè? Hij maakt het uit. Ja. Ja, ik niet. Dus dan moet dus ik ook in die niet, zin... Ja. Nee, dus dan klopt het er maar niet. Maar ik denk dat dat komt omdat ik heel graag verschillende ervaringen wilde opdoen. Om ook weer mezelf te leren kennen in relaties. En ik snapte mannen heel lang niet. Omdat ik met mijn vader nog een beetje een dingetje had. Waardoor ik dus de verkeerde man tussen aanhalingstekens aantrok. De onbereikbare man. Ja, of de man die gewoon niet goed aansloot. Waarin gewoon strubbelingen waren. En dat het gewoon op lange termijn dus niet werkte. Dus ik was puur gewoon nog niet klaar voor een serieuze verbintenis met iemand. Dus ik heb gewoon een beetje aangekloot. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel lachen eigenlijk. Ja? Ja. Nee, hoef je ook niet voor te schamen. Nee, maar nu inmiddels heb je een serieuze liefdesrelatie. Ja. Wat maakt dit dan anders? Ja, dit is in aan alle kanten ontspannen. Omdat ik gewoon nu weet wie ik ben. Ik ben niet afhankelijk van de liefde van een ander. Waardoor ik in totale overvloed met mijn partner kan zijn. En ook het heel oké vind als ik niet met hem ben. Er is geen versie van jou met of zonder. Als hij je nu had gezegd. Ik had hetzelfde. Ik denk dat ben ik hetzelfde. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is een goed teken. Ja. Ja. Want je ziet soms echt. Ja, onwijs verschillende mensen. Denken, hè? Ben jij dezelfde persoon met hem, met haar of hem erbij? Maar ik vind dat ook wel een teken. Als ik een andere versie aan hem laat zien dan aan de rest. Wat dan doe ik mezelf dan beter voor of zo? Of, ja, dit is gewoon wat het is. Of je laat je indrukken door je partner. Of je om te laten werken. Nee, wij zijn allebei... Het is wel grappig, maar
vriend en ik zijn allebei redelijk sterk en dominant. Maar het is op een dusdanig respectvolle manier dat het heel leuk, een leuke combinatie is. Dat okay. vind ik heel leuk. Hij is heel erg aan mij gewaagd en ik aan hem. Dat is grappig. Ja. Je hebt nog nooit samen gewoond? Nee, nog nooit. Ik ben heel benieuwd hoe het is om, als je gaat samenwonen ooit. En je doet, omdat je dat nog nooit eerder hebt gedaan, ben ik too stuck in my ways, om het even mooi in het Engels te zeggen. Om me aan te passen in een huis met een ander. Ik weet het niet. Nou, mijn vriendin en ik voeren dat zelfs nog een stapje verder. We kennen elkaar nu anderhalf, 2 jaar. En hebben nog nooit bij elkaar samen. We slapen niet samen, bijvoorbeeld. Niet in één bed. Dus. Omdat ik snurk en zij kaarsentand. Wat grappig. Ja, dus waar staat geschreven dat je per se moet conformeren aan samenwonen, samen slapen, noem maar op. Ja, maar helemaal waar. Maar dat is het precies. Maar het is toch grappig hoe je geest telkens toch in dat molentje wil, hè, van de maatschappij. En anderen gaan dingen aan je vragen. Oh, is het niet zo? Is het niet zus? En waarom niet zo? En blijf daarin ontzettend bij jezelf. En ook per relatie met elkaar communiceren. Wat is voor ons, wat past bij ons? Ja. En niet wat er wordt er van ons verwacht. En dat doen jullie dan ook heel mooi. Ja. Dat vind ik gaaf. Ja. Ja. Viel me net nog even iets in. Dat geheugen wordt natuurlijk na je 40ste. Dat wordt ook verschrikkelijk, hè. Nou, daar kom ik zo wel op. Liefde, hebben we het genoeg over de liefde gehad? Ja, joh, genoeg. Nee, dat je van tevoren zei, vraag al even naar de liefde. Nou, dat is meer omdat omdat ik een niet conventioneel pad ben bewandeld. Ja. En dat vind ik wel leuk om soms te vertellen. Om ook een beetje uit die platgetrapte manieren te stappen. Zo een beetje. Ja. Ik weet weer wat ik wilde vragen. Theo van Gogh, ook een begenadigd documentairemaker, leeft helaas niet meer. Die heeft, mij niet, maar die vertelde ooit in een interview. Een goede documentaire heeft contrast nodig. Zet een oud omaatje bij een graf op een begraafplaats. Dan denken we, maar zet een baby op een graf. Wat met een rammelaartje aan het spelen is. Ja. Wow. Zwaar. Dan denk je, wat is daar aan de hand? Ja. Werk je daar ook mee? Zoek je daar bewust naar, dat contrast? Niet bewust, maar het is wel zo dat wat een goede documentaire inhoudt, is het een verrassingselement. Een verrassingseffect. Dat de kijker even denkt, dat je even kortsluiting krijgt. Ja. Dus ik snap dat heel goed. En dat is ook leuk, want dat is mijn missie ook een beetje. Om mensen een beetje wakker te schudden. Van toch een slaaproutine. En ook van voordelen. Van, de zwerver op straat is puntje, puntje. Hoeft niet. Ja, dus ik kom laatst achter dat zwervers, sommige zwervers gewoon hoogbegaafd zijn, maar nooit de kans hebben gekregen om tot bloei te komen. Precies. Dat, je weet het gewoon echt niet. Ja. En ook met als mensen stomme, nare dingen doen. Je kan erover oordelen, maar je weet niet iemands levenspad. En je weet gewoon niet wat hij heeft meegemaakt en waarom hij. En waarschijnlijk begrijp je echt iedereen als je iemands complete verhaal leert kennen. Ja. Dus jij zou in New York ook een seriemoordenaar kunnen portretteren. Ja, dat lijkt me zelfs heel, heel, heel best wel interessant. Ja. Niet voor de sensatiezucht, maar omdat je gewoon alle soorten en maten mensen graag wil ontmoeten. En daar ook van wil leren wat beweegt of bewoog iemand om zoiets heftigs te doen. Ja. Ja. Even promopraatje. Waar kunnen mensen jou voor contacteren? Waar sta je voor open? Zoek je nog bijvoorbeeld, want er zijn natuurlijk zat mensen die zeggen, je zou hem of haar eens moeten gaan portretteren. Ja. Of zoek je ze liever zelf uit? Het komt vaak inderdaad naar mij toe. Dat vind ik wel mooi. Ik hoef er nooit echt iets voor te doen. De verhalen komen naar je toe. Dus in die zin als iemand. Ik krijg vaak het vraag. Ik ken ome Pietje. Dan moet je echt een documentaire van maken. Ik heb er nu zoveel op de stapel. Dat ik het komend jaar even niks meer erbij kan hebben. Maar commercieel gezien? Waar commercieel gezien. Kijk, wat ik doe is storytelling binnen bedrijven. Dat documentaire hart, dat wil ik ook brengen in de bedrijfsfilms. Want anders is het een te groot contrast. Ik maak dus geen zakelijke bedrijfsfilms. Mm-hmm. Ik maak alleen storytelling bedrijfsfilms. Dus als bedrijven bereid zijn zichzelf op een manier te laten zien dat zij geïnterviewd willen worden. Hè? Laten zien waar ze voor staan, hun passie. Daar ben ik goed in. Dat is wat ik doe. En dan is het Yara in media.nl of 2minutefilms.nl. Ik heb 2 bedrijven. Oké, gaan we checken. Dankjewel voor dit leuke gesprek. Jij bedankt.